welkom bij deze video. Ik ga jullie allemaal uitleggen hoe je de treatment at home thuis in je eigen badkamer kan gaan doen. En ze zitten allemaal in een heel mooi tasje en zo kun je toch je eigen huid op een hele mooie manier verzorgen. Uiteraard zit er een lekker theetje in, dus pak die zeker erbij. Steek een kaarsje aan en lekker een momentje voor jezelf nemen. We gaan lekker beginnen met het reinigen en dat gaan we doen met de Bio Activating Gel. Die zorgt ervoor dat de huid lekker schoon wordt, gestimuleerd. Je voelt hem ook een klein beetje tintelen en dat komt door de kaneel die erin zit. Ik heb de Bio Activating Gel vermengd samen met een beetje lauw warm water. Ik ga hem lekker in mijn handen opschuimen. Stap 2, dat is met de Active Cleansing Lotion. Doe een klein beetje op 2 watjes. Zorg ervoor dat je ook echt een beetje de restjes weghaalt van de reiniging. En je hydrateert de huid dus ook heel erg mooi hiermee. De Active Cleansing Tonic zorgt er dus ook voor dat de zuurgraad van de huid wordt hersteld. De restjes van je reiniging worden ook heel mooi weggenomen. En het zorgt er dus ook voor dat je huid lekker gehydrateerd wordt. Het heet de Bio Smoothing Tonic. Mag je mooi op 2. Dan mag je de Bio Peel erbij pakken. Dat is een reiniging wat dus de dode huidcellen oplost door eiwitsplitsen en enzymen die daarin zitten. Mag je een ruime hoeveelheid op je gezicht aanbrengen totdat hij in een olie verandert. En dat is het moment dat hij eraf gehaald mag worden. En uiteraard nareinigen met de lotion. Op 2 watjes alles lekker eraf halen, zodat je huid lekker gehydrateerd wordt. Het zorgt er ook voor dat de restjes verwijderd worden en dat de zuurgraad wordt hersteld. Nu gaan we lekker zorgen dat onze huid lekker gelift wordt, opgevuld en wordt gehydrateerd. En om te beginnen gaan we dus beginnen met de eye mask. Dit is een 3-in-1, dus die zorgt ervoor dat het gelift wordt, gehydrateerd en ook opgevuld aanbrengen. Dus echt een klein beetje onder de ogen en op het oogpot. Daarna ga ik de lip shaper aanbrengen en deze is dus ook als lipmasker te gebruiken. Dus dan mag je er een royale hoeveelheid op je mond aanbrengen en ook een beetje om je mond heen. Dus echt het zogenaamde rokje. Dus het is heel goed voor om die lijntjes mee op te vullen. En tot slot het gezichtsmasker. En dit is de Matrix. Matrix is als het ware echt een matras voor de huid. Dus die vult de huid op, hydrateert het. Dus ook echt alles van lacoline is een anti-aging product door een complex wat hierin zit. Dus echt tegen de veroudering van de huid is. Dus dit mag je ook lekker royaal op het gezicht aanbrengen. Zo, het maskertje zit. Laten we even lekker een kwartier, 20 minuutjes inwerken. Dus neem even lekker een momentje voor jezelf. Ik heb een kopje thee voor mezelf. Dus even lekker van genieten. En wederom met een Bio Smoothing Tonic gaan we weer de huid lekker reinigen. Dan heb ik nu de Eye Lift Essence en dit is dus echt voor een oogserum, zo kun je het zien. Dus dit is echt heel erg lekker om de huid strak te trekken. Hij staat ook echt bekend als het strijkijzertje. Een hele kleine hoeveelheid van te gebruiken en daaroverheen ga je dus de oogcreme aanbrengen. De grootte van een klein speldenknopje. Ga ik hem dus echt onder de ogen en op het oogpot aanbrengen, de Eye Lift Essence. En ook altijd van binnen naar buiten aanbrengen, zodat je alle afvalstoffen ook lekker afvoert. Na de Eye Lift Essence gaan we naar de Vital Eye Cream. Voor een hele mooie hydratatie rondom de ogen. Het is ook echt voor de
Instagram. Ook hierbij een klein speldenknopje. Als allerlaatste hydration cream, en dit is echt een waterfles voor de huid. Je hoeft niet te veel te gebruiken, want het is hoog in concentratie. Wil je nu nog meer doen tegen huidveroudering, zou je ook nog wat bindweefselgreepjes kunnen uitvoeren. Wat je het eerst kan doen, is dus echt in de wang knijpen. Dus je pakt het eigenlijk zo vast. De meeste mensen hebben dus echt last hier van deze lijntjes. Dus pak hem vast en rol hem als het ware als een soort van rolletje naar boven toe. Het wordt lekker rood, maar dat is juist de bedoeling. Een goede doorbloeding. Zorg ervoor dat er heel veel afvalstoffen worden losgemaakt, afgevoerd, de huid wordt gestimuleerd. Bindweefsel wordt ook echt losgemaakt. Vaak hebben mensen hier ook lijntjes, dus pak hem echt vast als een soort van hoefijzertje. En maak tegenwaartse rolletjes. Het mag best wel hard zijn hoor. En deze ook. Echt het rolletje zo knijpen. Hier zitten vaak ook heel veel afvalstoffen, dus goed onder het wangbot. Ook dit kleine kneepjes. Dit zou je bijvoorbeeld voor het maskertje kunnen doen. Dus dan wordt heel je huid lekker gestimuleerd voor het maskertje, zodat alle producten nog beter worden opgenomen. Dus zo is heel je huidritueel compleet. Mijn huid voelt heerlijk zacht aan. Bedankt voor het kijken en heel veel succes en probeer er lekker een eigen me-tijd van te maken. Geniet ervan.